Beneden is een lange gang die naar de kelder leidt. In de kelder is een trap met een luik. Als je dat luik opent, dan ben je buiten. Hier, een deken. Maar gaat u niet mee dan? Het is beter dat ik hier blijf. Dat wekt een argwaan. God zegen je, Hans. Succes! Goedenavond, vader. Dürfen wir hereinkommen? Bitte, vader. Los. Das haben wir gefunden. Im Treppenhaus. Und der Chef, ja? Von wie ist diese Bett? Ich habe kein Idee. Nicht von der Fremdeling, die gestern die Kerk besuchte? Ich soll nicht wissen, worüber du es hast, Herren. Wir werden mal sehen, Vater. Abführen. Komm. Dat onze hemelse Vater de zonde mogen vergeven. Amen. Nicht? Na komm, weiter. Hallerbach war hier, Scheller. Ruf sofort Herr Reiser an. Jawohl. Esther heeft de koffie al bruid staan. Geef hem eens even een lekker bakkie. Hij heeft er een aardig ritje op zitten. Nou, brand los. Ben je zo vaag aan de telefoon? Dankjewel. Pokkenhekel aan afwachten. 2 dagen geleden is er 's nachts een razzia geweest in de kerk. De pastoor is opgepakt door de SD. Het zou mij niks verbazen als die Gerard erachter zit. Had die pastoor daar nog meer mensen verborgen dan? Ik heb geen idee. Maar het lijkt me nu wel duidelijk wie het heeft gedaan. Dat kan toch niet anders? Niets is duidelijk. Voor je iemand recht in zijn ogen staart met een blaffer op zijn ballen. Hoe geloof je me niet dan? Ik heb je toch alles verteld wat ik weet? Koos? Je denkt toch niet dat ik er wat mee te maken heb? Koos? Esther? Hé, hey, wat is dit? Wat gaan jullie doen? Even een klein testje, maat.
Esther, start de wagen. Hoe heet hij dan? Dat Piet, die halenbaan bij het politiebureau heeft verraden. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat Piet een stemkundige eigenschap die niet werkte. Daar gaat iedereen over komen. Lul. Waarom zou Piet hem verraden? Of de pastoor. Spreek, jongen. Of je zinkt de rest van je leven een tootje ogen. Zeg op. Ik weet niet wat erachter zat. Ik hoor alleen iets over geld. Geld? Wat voor geld? Esther. Esther. Dat weet ik niet. Ik weet alleen wat ik hoorde. Is dat het? Dat is allemaal wel een beetje mager, hè? Hoe weet ik niet? Hoe weet ik dat jij niet die vieze vuile gewoon een rat bent? Als ik te verraden was, had ik het jou toch niet verteld, of wel dan? God! Smeer het. Smeer op de graf van je moeder dat jij maar hier nu zijn. Ik zweer het! Ik zweer het! Echter! Sorry, maat. Macht en gewoonte. En nu? Geloof je me nu wel dan? Er is maar één manier om te kijken of je gelijk hebt. Wat? Schaduw, hè? Snap je? Hallo, Vera. Hans. Wat is er gebeurd? Ze hebben me gewoon losgelaten. Ik kon het zelf ook niet geloven. Ze wilde dat ik spionnetje ging spelen. In plaats van het vuurpeloton. Wat is dit nou? Geloof je me niet? Een ritje naar de Gestapo is meestal een enkeltje. Geen getoertje. Waarom laten ze jou los? Om dezelfde reden dat ik bij jullie mocht komen. Als een lokaas. Word je dan op dit moment niet geschaduwd? Nee, ik heb ze weten af te schudden. Dankzij de hulp van de boertjesdamme. Vera, alsjeblieft. Je moet me geloven. Ik heb al dagen niks meer gegeten. Ik kan geen kant op. Wat had ik dan moeten doen? Dit is de enige veilige plek waar ik jullie kan waarschuwen. Voor wie? Voor jou? Ik ben verraden door iemand uit de groep. En nu sta je hier. Knap hoor. Dus je werkt voor ze? Nee, ze hebben me gewoon laten gaan. Om het te schaduwen, meer niet. Maar goed. Ik kan zeggen wat ik wil. Je gelooft me toch niet? Weet je wat? Ik ontsnap zelf al via de geallieerde linies. Dat is de enige optie die ik nog heb. En daar zien jullie echt van me af.
hoop dat ik het nooit meer hoefde te zeggen. Maar het lijkt me het beste voor ons allemaal als je uit beeld verdwijnt. In ieder geval tot alles voorbij is. Déjà vu. Ik dacht dat ik er eindelijk vanaf was. Wat bedoel je? Waarom ging ik Duitse dienst in? Het was het beste van ons allemaal. En nou weer. Het is gewoon het lot. Sommige mensen hebben dat nou eenmaal. Het blijft ze altijd achtervolgen. Het is gewoon niet eerlijk. Maar je gaat niet alleen. Ik ga met je mee. En ik weet nog iemand die ons kan helpen. Hij leidt ontsnappingsroutes voor geallieerde piloten. Het is een vreemde snuiter, maar absoluut een betrouwbare gids. Dus, wat er ook gebeurt, wij zijn altijd samen. Geen discussie mogelijk. Ik hou van jou, Vera Wijnberg. Voor eeuwig en altijd. Nee, uit de kwestie. Geen denken aan. En waarom heb je Theo al ingelicht zonder mijn medeweten? Het is niet meer veilig voor hem. We moeten iets doen. En waarom denk je dat hij de waarheid spreekt? Misschien is hij al met opzet toegetakeld, zodat wij het geloven. Nou, dat is dan aardig gelukt. Als hij zegt dat hij is verraden door iemand uit de groep, geloof ik dat meteen. Iedereen wantrouwde hem. Misschien was jij het wel. Ik? Doe niet zo belachelijk. Belachelijk? Eerst was hij jouw speelbal en nu die van hen. En wat gebeurt er met lokazen als ze niet meer nodig zijn? Die worden opgeofferd. Zo gaat het toch? Jij was wel degene die het hardst protesteerde op zijn komst. En ineens draaide je 180 graden om. Zomaar. Is wel heel erg raar. Vera, ik weet wie het heeft gedaan. Je zult het wel niet geloven. Ik kon het zelf nauwelijks geloven toen ik het hoorde. Zeg het dan, wie is het? Als jij niet zo verdomd impulsief was geweest, had je dit kunnen voorkomen. Het was Theo. Nee, dat kan niet. Het is een vreemde vogel, maar dat hij tot zoiets in staat zou zijn, geloof ik inderdaad niet. En toch is het zo. Wie heeft jou dat wolkenverhaal verteld? Theo zelf. Hij wist niet beter. Voor hem is iedere duister hetzelfde. Is dat waar? Als hij ons meeneemt op de route, dan... Dan vrees ik het ergste. Theo weet al waar hij is. Waar zit hij dan? In de verlaten schuur. Ik ga er nu maar heen om... Nee, Vera, laat mij dat maar doen. Hoezo? Waarom kan ik er niet naartoe? Omdat jullie allebei gevaar lopen. Vera, luister nou eens voor één keer naar wat ik zeg. Alsjeblieft. Karel brengt jou naar het huis waar zijn ouders zitten. En ik haal Hans op en ik breng hem er ook heen. Mee eens? Ik ben de enige kans die hij nog heeft. Mee eens. Goed. Zullen we dan nu maar... Ben je zover? Waar is Vera? Die komt later. We moeten nu gaan. De groep wacht al. Ja, maar mijn kleren dan? Met deze trui ben ik toch een levend doelwit? Er is nu geen tijd meer voor. Kom mee.
Ben je er klaar voor? Het zal lang toch je worden. Ik ben klaar. Karel? Theo kon het er ook toe gedwongen zijn. Door wie dan? Nou. Laat maar. Aan wie denk je? Niks. Kom, we gaan. No, Johnny, stay here. Come back! Tod. Los, weiter. Ausgezeichnet, Reiser. Benachrichtigen Sie mich, wenn Sie mehr davon wissen. Wer bebeet Sie? En hoe? Zo goed dat we een theatervoorstelling voor moeten missen? Ja, beter. Laat me raden. Reiser heeft Hallebach weer gevonden. Veel beter. De pastoor is herkend door een medegevangene. Een die in zijn geestelijke teloorgang uit de school begon te klappen. We hebben Hallebach misschien niet meer nodig. Zoiets, ja.
Gerard, met mij. Hij is weg. Ja, weg. Theo heeft hem al opgehaald voordat ik er was. Nee, ik heb geen flauw idee hoe de route loopt. Als ik dat wist, zou ik je verdomme niet bellen. Of wel? Wat zeg je? Nee, de pastoor weet het ook niet. Wat nu? Van mij krijg je geen enkel stuiver meer, hoor je me? Geen stuiver. De hele deal is afgelopen. Basta, voorbij. Ik geloof niet dat jij in een positie bent om zo tegen mij te praten, is het wel, kameraad? Hoe bedoel je dat? Nou, kijk maar eens naar buiten. Je bluft. Jij speelt spelletjes. Ik ook. Jij vuile, vieze klootzak. Ah, je hebt hem gezien. Mooi. Weten we tenminste allebei weer waar we staan. En nu luister jij eens heel goed naar mij. Als jij niet over 2 uur bij Café Reinder bent met een koffer vol cadeautjes, gaat die hele padvinderijclub van je op die bosboerderij tegen de muur. Duidelijk? Gerard, alsjeblieft, geef me nog wat meer tijd. Ik heb nog niet alles. Over 2 uur. Café Reinder, met een volle koffer. Zo blij weer te zien. Het is ook zo lang geleden. Dag, Gijs. Inderdaad. Veel te lang. We gaan zo soep eten met z'n allen. Komen jullie ook mee? Vera. Oh, ik ben zo blij je te zien. Maar waar is Hans? Hans komt met Piet mee. Komt goed. Zullen we naar binnen gaan? Ik ben echt doodmoe van het fietsen. Ja, dat is goed. Wilder hier. Geben Sie mir Reise. Reise, fangen Sie an. Ze hadden al lang terug moeten zijn. Ik weet het. Als al deze ellende voorbij is, worden jullie een heel mooi stel samen. Dat weet ik zeker. Als het allemaal ooit voorbij gaat. Liefde overwint altijd alles, Vera. Altijd.
snel mogelijk naar buiten. Schiet op. De boel is verraden. De Gestapo is onderweg. Schiet op, man! Waar is Hans? Geen idee. Toen ik bij de schuur kwam, was er niemand meer. Kom mee. Zijn ouders zijn nog op zolder. Vera. We moeten ze helpen. Vera, dat kan Karel ook wel. Kom mee. Nee. Help me. Schiet op. Gestapo. We zijn verraden. Kunnen we hem bewegen? Gaat niet. We krijgen hem nooit naar beneden. Dank u voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Laten we samen bidden. Lieve Heer, wij bidden tot u om uw vergiffenis te vragen voor onze zonden en voor de zonden van onze naasten. Wij hebben allen tegen uw naam gezondigd. En verwoest de aarde, de schepping die u voor ons maakte. Ik smeek u, Heer. Vergeef hen die zich laten leiden door het kwaad en uw naam vergeten zijn. En leid hen die tasten in het duister terug naar uw licht. Geef hen kracht en wijsheid, zodat zij hun ziel kunnen reinigen, opdat zij leven. Wij bidden dit u, Heer, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ze zijn alle dood. Heb een zwaar gekeken. Het! Alles verloren. Bitte. Bitte, ik weet het niet meer. Na los, maar schon. Nog steeds hetzelfde. Ja. Geef hem maar een beetje. Laat me maar even beide. Ja. Zo, heren. De nieuwste SS-mode. Jas, broek. Jij ook. Soms bewijzen, reisdocumenten en een gestolen mofferbak. Luister, maat. Is het wel zo'n goed idee om weer terug te gaan? Is het niet veilig dan? De boerderij die was zo veilig als een nonnenklooster. Niemand in de buurt hier die wist er wat van. Zelfs de grootste mussetlikker in het dorp niet. Halleban is ervan. Ze noemen mij voor rot. Maar als jij in staat bent om je beide ouders en je vriendin voor het vuurpeloton te zetten, dan gaat zelfs mijn zieke geest erboven.
Nee. Het zit anders. Misschien zit het wel tussen deze vier muren hier. En daarom ga ik terug. Om de boel eens goed uit te pluizen. En wat doe je nou met haar? Ze gaat mee. Weet je dat nou wel zeker? Die moffen die hebben controleposten uitgezet langs de hele frontlinie. Dan stoppen ze wel onder het kleed tussen de stoel en de achterbank. Wat je wil, maat. Maar zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Esther en ik zetten er wel achterin. Ga je goed, Koos. Met slechte mensen gaat het toch altijd goed? Je gaat weer terug naar huis, Wavy. Maar je moet wel de hele weg je kopje laag houden. Beloof je me dat? Mooi zo. Kom je mee? Wat is er? Esther, soms ruik je verraad. Soms proef je verraad. En heel soms dan glipt het je allebei tegelijk door de vingers. Koos had gelijk. Wat zeg je? Hij had gelijk. Misschien zit het inderdaad tussen onze vier muren. Stop de wagen. Wat is dit? Stop de wagen! Hou je allemaal aan het stuur. Hoe wist jij dat de Gestapo kwam? Dus zo denken jullie er allemaal over. Ik had het kunnen weten. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Toen ik van de Zensken kwam, wilde ik bij Café Reinders langs om enkele contactpersonen te bellen. Het smerige NSB-café. Om te waarschuwen over Theo. En? Daar hoorde ik iemand zeggen dat de SS-wagens richting het bos reden. Ik sprong meteen op de motor en ben zo snel als ik kon naar jullie toegereden. Stom toeval. Meer was het niet. Geloof jij het, Vera? Jij kunt nu twee dingen doen. Of je knalt me nu overhoop, of we blijven hier nog langer staan tot de moffenpatrouille ons opmerkt. En we hadden drie het loodje leggen. Dus, wat wordt het? Verletzt? Blut von Kameraden? Wie heißt du? Waller. Helmut Waller. Major.
Mijn moment, Walla. Nou, nog steeds hier. Het is voorbij, Sherry. Fini. Afgelopen. Valt hier niets meer te halen. Behalve dan een kogel. Ben je klaar met je domme gezwets? Er is een telefoontje binnengekomen uit de commandopost in de frontlijn. Een jongeman is in niemands land opgepakt. Een gestolen Duits uniform. En aan de beschrijving te horen lijkt hij sprekend op Hallerbach. Wat? Waar? Zo'n 20 kilometer bij de kerk. Waar reizersmannen zijn pet vonden. Maar dan kunnen we hem ophalen. Er is alleen één probleem. Reizer heeft het bericht ook onderschept. En is zojuist vertrokken. Ik weet zeker dat hij dit keer wel volgens boekje zou werken. Gaat het? Oh, Meske leeft nog. God zij geprezen. Is het waar wat ik hoorde? Is iedereen? Vraag dat maar aan Piet. Die weet alles. Nou? Dag, Jannie. Mag dat ook binnen? Ah! Zie, kom, zoek, voilà. Also nein, Chef. Jetzt heißt er Helmut. Helmut Wallach. Ach so, Wallach. Auch am Urlaub? Und was hat es Sie jetzt erwartet? Biskuits oder Cornetis sogar? Genau wie sein Freund. Ach ja, natürlich. Theo hat das auch erwartet, nicht? Aber der hat seit heute Morgen keinen Hunger mehr.
Godverdammt. Was? Und das sagt ein Deserteur? Im Uniform ein Soldat? Der Gefallen ist für unser Führer. Los, fahren! Sigaretten? Nee, dank. Ik heb tijd. Wil ook komen. En dan wacht ik op ze. Ik wacht. Het könnte vielleicht sneller geschehen, als du glaubst, mein Junge. Der Krieg geht zu Ende. Und weißt du, wir haben es geschafft. Unsere Pflicht ist jetzt erfüllt. Zu Gott verdammte Schweine.